leuk dat jullie kijken. Ik ga jullie een video opnemen, een Pilates video. Het duurt ongeveer een half uurtje. Het zijn geen moeilijke oefeningen. Ik leg ze goed uit. Zorg ervoor dat je alles langzaam en gecontroleerd doet. Mensen die al vaker bij mij in de les hebben gestaan. Zorg dat je constant je navel ingetrokken houdt, schouders laag. Zorg ook dat je aan deze video begint als je al een beetje opgewarmd bent. Ik ga geen warming-up doen. Van tevoren, gewoon omdat ik dan vind dat de video te lang wordt en dan ga je allemaal afhaken. Dus dat gaan we niet doen. 20, 30 minuutjes, full body, Pilates. We gaan snel beginnen. Succes! Jullie mogen op handen en knieën komen zitten. We gaan deze keer veel op handen en knieën doen. Dus tussendoor, zorg dat je je polsen even losmaakt. Mocht het nou te zwaar worden, dan zet je en maak je vuisten. En doe je de oefening zo. Dat is minder zwaar voor je polsen. We gaan snel beginnen. Eerste oefening. Ik leg hem eerst even uit. Kijk goed. En dan doen we alle oefeningen ongeveer 10 keer herhalen. Voordat we doorgaan naar de volgende. Je strekt eigenlijk eerst je rechterbeen uit. Point je teen. Zet hem op de mat. Til je hem omhoog. Flex je voet. Zet je teen op de grond. En trek dan je knie in. En weer terug. Doe nog één keer voor. Point je teen. Duw omhoog. Flex je voet. Zet je teen op de grond. En trek je knie in. Kijk de hele oefening richting je matje. Zorg dat je rug en je nek recht blijven. Spreid je vingers goed. Komt ie. Rechterbeen achter je. Teen gepoint op de grond. We halen hem 10 keer en gaan we door naar de andere kant. Til op. Flex je voet, zet je teen op de grond, trek je knieën en terug. Dat was 1, 2, 3, 7 keer. Haal je schouders goed laag, trek je navel in. We zijn op de helft. Drie keer. Twee. Blijf je navel goed intrekken. Laatste keer. En zet je knie rustig neer. Dus allebei je knieën even op de mat. Duw je tenen tegen elkaar aan. Knieën naar buiten. Duw je billen richting je hak en strek jezelf even uit. Draai je pols een keer los. En meteen door naar de volgende. Spreid je vingers weer. Strek je linkerbeen uit. Point je teen. Til op. Flex je voet. Trek je knie in. Trek in. Nog 8 keer. Til op. Flex. Trek in. Nog 5 keer. Kom op. Trek die navel goed in. Schouders laag, weg van je oren. Nog 2 keer. Laatste keer. En zet je knieën rustig bij elkaar, tenen tegen elkaar aan. Trek jezelf naar achter, maak jezelf lang. Draai nog even je polsen goed los. We gaan meteen door naar de volgende. Strek dadelijk je linkerarm voor je, je rechterbeen achter je. Point je teen. Duw omhoog en kom terug. Zorg erbij dat je navel ingetrokken blijft, schouders laag. En dat je rug recht blijft. Dus niet dat je je rug hol maakt. Duw je arm en je been zo ver mogelijk omhoog, maar hou je rug recht. En terug. Yes, gaan we beginnen. Spreid je vingers goed van de hand die op de grond blijft staan. Zorg dat je schouder en je pols onder elkaar blijven staan.
En je heup en je knie ook. Komt ie 10 keer. 1. Hou je navel ingetrokken. 2. Kijk richting je matje. 3. 4. 5. 2 keer. Laatste keer. En zet rustig terug. Nu wil ik je van links naar rechts. En door met de andere kant. Strek je rechterarm uit, linkerbeen pointje teen. Duw omhoog. En kom terug. 2. 3. Richting je matje spreid je vingers goed. 4. 5. Hou je navel in, schouders laag. Nog 2 keer. 6. Laatste keer. En kom rustig terug. Even omhoog, draai je polsen los. Schouders een keer los. Strek dadelijk je rechterbeen weer uit. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de eerste keer. Je tilt je been op. Flex je voet. Zet neer. Maar nu trek je je been niet in. Maar duw je hem omhoog. En terug. 10 keer. Komt ie. Strek uit. Flex. Duw omhoog. Strek uit. Flex. Duw omhoog. Nog 8 keer. Hou je navel ingetrokken. 4. 3. 1. Laatste. Maak hem netjes af. Kom rustig terug. Allebei je knieën even op de grond. Trek je tenen tegen elkaar aan en duw jezelf naar achter. Maak jezelf lang. Rustig terug omhoog. Draai je polsen nog een keer los. Spreid je vingers. Strek je linkerbeen achter je uit. Til op. Flex. Duw omhoog. Til op. Flex. Duw omhoog. Nog 8. Kijk richting je matje. Schouders laag. Navel in. Nog 5 keer. Kom op. 2 keer. 3. Maak hem netjes af. Rustig op de grond. Allebei je knieën op de grond. Tenen tegen elkaar aan. Duw jezelf even naar achter. Draai je polsen los. Naar de laatste oefening op handen en knieën. Dan gaan we door met de buikspieren. Als het goed is, zijn jullie nu goed warm. Strek dadelijk eerst weer je linkerhand en je rechterbeen achter je. Nu trek nou dadelijk je elleboog richting je knie. Dan maak je je rug bol. Dan volg je niet op, net als ik. Dus nog een keer. Trek in, maak je rug bol. En strek uit. Trek in. En strek uit. Ook deze doen we 10 keer. Komt-ie. 1.
2. 3. Blijf goed richting je matje kijken. Spreid je vingers. Trek je navel in. 2 keer. Laatste. Maak hem netjes af. En zet rustig terug. Kom even overeind. Breng je polsen los. Laatste keer aan de andere kant. Dan mag je dadelijk op je rug komen liggen. Zorg dat de hand die op de grond blijft staan, dat je vingers goed spreidt, dat je gewicht over je hele hand verdeeld wordt. Trek je linkerbeen uit, rechterarm. Trek in, maak je rug bol. En strek uit. Vijf keer. Vier. Drie. Twee. Eén. Laatste keer. En zet rustig terug. Kom even rechtop zitten. Het is echt enorm. Even samen. Mag je dadelijk op je rug komen liggen. 4 oefeningetjes voor de buikspieren. Ik leg ze 1 voor 1 uit. Laat plat op de grond liggen. Zet je voeten op de grond, knieën richting het plafond. Handen, je vingers achter je oren. Niet in je nek, want dan ga je aan je nek trekken. Je tilt dadelijk je linkerknie op, richting je borst. En je rechter elleboog gaat richting je knie. Dan kom je eerst terug, zet je voet op de grond. Dan ga je door naar de andere kant. En 1 keer links, 1 keer rechts, dat is 1. Nu doen we ook 10 keer. Komt ie. Eerst naar je linkerknie. 1. 2. 3. Trek je buikspieren in. Schouders laag. 4. 5, 6, 7, kijk richting het plafond, 9, laatste keer. Rustig neer. Strek jezelf een keer helemaal uit. En dan mag je rustig komen zitten. Zorg dat je goed achter op je zitbordje zit. Schuik je naar voren. En dan voel je, als je je rug een beetje naar achter duwt, dat je over je zitbordjes heen rolt. Je mag je hakken op de grond laten staan. Maar ook je voeten van de grond afhalen. Dan komen we dadelijk naar achter, tot ongeveer onze schouderbladen. En dan kom je weer omhoog. Of zo eentje, ja, komt ie goed. Deze doen we ook 10 keer. Komt ie. 3. 2. Blijf richting het plafond kijken. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9. Laatste keer maak hem netjes af. 10. Blijf even zo zitten. En als je nog niet met je hakken op de grond zat, kom je nu met je hakken op de grond. Kom even voorover boven zitten. Neus tussen je knieën. Rustig omhoog. Mag je dadelijk helemaal op je matje komen liggen. Met je linkervoet op de linkerpunt van de mat. Rechtervoet op de rechterpunt van de mat. Je hakken blijven, als het kan,
dadelijk op de grond. Kom je niet omhoog, zet je voeten plat op de mat en help jezelf met je armen. Doe één keer voor, strek jezelf helemaal uit. Eerst je handen richting het plafond, dan met je bovenlijf richting het plafond. Strek jezelf uit, buik voorover, strek jezelf uit en kom terug. Je optie is knieën gebogen, handen achter je, handen richting het plafond. Pak jezelf vast bij je bovenbenen, trek jezelf omhoog, maak jezelf lang, buik voorover, maak jezelf lang en kom terug. Dus, kijk wat voor jou het fijnst is vandaag. Ik ga met mijn voeten plat, of in ieder geval mijn hakken op de grond. Komt ie, deze doen we 10 keer. Eerst je armen, kom rustig omhoog. Armen richting het plafond, buik voorover, terug omhoog. En wervel voor wervel weer terug naar de mat. Dat was 1. Strek uit. Maak lang. Strek uit. En kom terug. 2. En op de helft. Zes. Zeven. Laatste keer. En kom rustig terug. Trek je knieën even naar je borst. Kom een keer van links naar rechts. Voor naar achter. Of maak jezelf helemaal lang. Kijk wat voor jou het fijnst is. Laatste voor de buikspieren dadelijk. Mag je je voeten plat op het matje zetten. Je hebt daar 2 opties. Handen naast je. Handpalmen richting de grond. Je tilt of je benen op en je houdt je onderbenen gebogen. Laat je benen eerst naar links vallen. Kom terug naar het midden. Dan naar rechts. Probeer je schouders op de grond te houden. Optie is. Benen recht richting het plafond. Trek je tenen naar je toe. Laat je benen naar links vallen. Terug omhoog en naar rechts en weer terug omhoog. Begin je nou met je benen recht naar het plafond, dan denk je halverwege toch wel zwaar, maak hem af, maar buig je benen. Komt die 10 keer links, 10 keer rechts natuurlijk, dus links rechts is 1, net als bij die andere. Voeten richting het plafond of benen gebogen, komt die aan, eerst naar links. Dit is 1. Twee. Drie. Kijk richting het plafond. Vier. Vijf. Zes. Laatste keer. En kom rustig terug naar het midden. Strek je armen even boven je uit. Knieën naar je toe. Of maak jezelf even helemaal lang. Buikspieren zitten erop.
Gaan we door naar onze rug. Als je dadelijk op je buik komen liggen. Spreid je benen. Linkervoet, linkerpunt van de mat. Rechtervoet, rechterpunt van de mat. Leg je handen op elkaar en leg je boven, leg je voorhoofd op je handen. Het is dadelijk de bedoeling dat je met allebei je benen helemaal van de mat afkomt. Dus niet dit. Ziet er misschien leuk uit, maar doet niks. De bedoeling is dit. En terug. Je hoofd blijft op je handen. Til op. En terug. Deze doen we 10 keer. Komt ie. Dan een keer diep adem. 1. En terug. 2. Hou je benen strak. Trek je navel in. 3. Schouders weg van je oren. 5. 6. 7. 8. 9. Laatste keer maak hem netjes af. 10. En kom rustig terug. Strek nou je armen voor je. Je benen blijven op de grond. Til je armen naar een stukje van de grond. Duw ze naar achter. Naar voor. En terug. Je blijft constant richting je matje kijken. Je nek blijft in de verlengde van je rug. Strek je armen voor je. Schouders laag. Duw ze nog een keer naar achter. Til je armen op. Duw naar achter. Naar voor. En terug. 2, 3, vier, constant je navel ingetrokken, 5, 6, 8, 9, laatste, en kom rustig terug, duw jezelf even omhoog, en naar achter, ruim 1 voor de rug, dan door naar de zijkant. Liggen. Hou je benen weer gespreid. Linkerbeen, linkerpunt van het matje. Rechtervoet, rechterpunt van het matje. Leg ook je armen gespreid neer. Linkerarm op het linkerpunt. Rechterarm op het rechterpunt. Kijk dadelijk richting je matje. Til je hoofd ietsjes op. Til je linkerarm op en je rechterbeen. En terug. Til op. En terug. Hier geldt ook weer. 1 keer links, 1 keer rechts is 1. We doen het 10 keer. Komt ie. Begin met de linkerhand. 1. 2. 3. 4. Hou je navel ingetrokken. Schouders laag. 7. Kijk goed richting je matje. 1 keer links, laatste keer rechts. En laat rustig zakken. Mag je op je zij komen liggen? Op je linkerzij liggen, dat is makkelijker voor jullie. Zorg dadelijk dat je heupen boven elkaar blijven. Alsof er een pin hierin zit, waardoor ze niet kunnen bewegen. Je legt je linkervoet, het linkerpunt van het matje, zorg dat je elleboog onder je schouder staat. Je rechterbeen leg je er bovenop. Draai je heup naar voren. Point je tenen en voor de stabiliteit zet je je vingertoppen lichtjes hier voor je op de mat. Til telk je bovenbeen op en kom terug. Hoeft niet heel hoog, we zitten niet bij de, weet ik veel, bij ballet. Dus dit hoeft niet.
Gewoon omhoog en terug. Die doen we 10 keer. Komt ie. 1. Die voel je als het goed is dadelijk hier. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En leg rustig terug. Zorg dat je heupen nog steeds op elkaar liggen. Dadelijk met je rechterbeen ga je over je linkerbeen heen. Tot ongeveer bij je knie. Trek je been uit. Flex je voet. Hakken op elkaar. Dus. Over je been tot ongeveer bij je knie. Strek je been uit. Flex je voet. Hakken op elkaar. Deze doen we 10 keer. Komt ie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laatste keer. 10. En leg rustig terug. En een beetje naar voren. Point je tenen dadelijk. Hou je hand hiervoor. Til allebei je benen op en terug. Hier voel je die weer. Komt ie. 10 keer. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, laatste. En kom rustig terug. Andere kant. Punt van de mat. Voet op elkaar. Zorg dat je heup naar voren gedraaid blijft. Hand voor de stabiliteit voor je. Til je been op en terug. Dus doen we 10 keer. Komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laatste keer. En leg rustig terug. Teen dadelijk weer richting je knie. Naar het plafond. Flex je voet. Hakken op elkaar. Yes. Komt ie. 10 keer. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, laatste keer, en kom rustig terug, tenen weer richting de punt van de mat, allebei benen van de grond, komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laatste keer en kom rustig terug. Dit waren de oefeningen, we gaan nu even stretchen. En dan laat ik jullie vandaag weer met rust. En hoop ik dat jullie hem helemaal afgemaakt hebben. Keurig meegedaan hebben. Lekker in beweging blijven. Kom met je benen gestrekt voor je zitten. Zorg dat je met je zitpotjes goed op de mat zit. Buig nu dadelijk je rechterbeen ongeveer ter hoogte van je knie.
Zet hem over je linkerbeen heen. Dan zet je je rechterhand achter je neer. Met je linker elleboog duw je tegen de buitenkant van je rechterknie aan. En dan kijk je over je rechter schouder weg. Als je benen allebei uit, keurig recht zitten. Andere knie, buig je over je rechterbeen heen. Je linkerhand achter je, je rechter elleboog aan de buitenkant van je linkerknie. En kijk over je linkerschouder. Maak je rug recht. Midden. Spreid je benen een beetje. Zet één hand voor, één hand achter en duw jezelf weer recht op je zitbordjes. Leg dadelijk je linkerhand op je linker onderbeen, rechterhand richting het plafond en laat hem over je hoofd vallen. Kun je nou met allebei je handen bij je voeten, pak je met je linkerhand de binnenkant van je voet vast en met je rechterhand de buitenkant van je voet en kijk je onder je rechter oksel door. Rustig terug, andere kant. Leg je rechterhand, je rechter onderbeen, linkerhand richting het plafond. Laat hem over je hoofd vallen. Ook hiervoor geldt je rechterhand aan de binnenkant van je voet, je linkerhand aan de buitenkant van je voet. En kijk dan je linker oksel door als je dat kunt, en anders kijk je gewoon richting je mat. Rustig terug naar het midden. Even recht op je matje komen zitten. Je kruist dadelijk je voeten. Dan probeer je, zonder je handen te gebruiken, op te staan. Dan mag je benen uit elkaar zetten. Voeten allebei richting de voorkant. Zet je handen in je liezen. En buig met een rechte rug naar voren. Als je nou een bal... Kijk richting de grond of richting je matje. Als je nou een bal op je rug legt, dan blijf je als het goed is liggen. Zet dadelijk eerst je hand op je bovenbenen, op je onderbenen en dan recht voor je. Het liefst plat. Kun je nou niet met je handen aan de grond, buig je benen. Anders strek ze uit, hou je tenen richting de voorkant. Zet dadelijk je linkerhand in het midden en je rechterhand gaat richting het plafond. Heb je nou last van je schouder, doe je rechterhand op je rug. Maar probeer je borst open te draaien en richting het plafond te kijken. Als je je rechterhand eventueel op je rug legt, doe je dat ook met je linkerhand. Heb je geen last van je schouders, trek hem uit richting het plafond. Kom rustig terug naar het midden. Zet eerst je hand in het midden neer. Van je rechterhand in het midden, linkerhand richting het plafond, draai je borst open, kijk je linkerhand na. En kom rustig terug naar het midden. Zet eerst allebei je handen weer in het midden neer. Zet je benen nog iets verder uit elkaar, als je kunt. Of buig je benen en probeer met je elleboog richting de mat te gaan. Hoofd richting de mat. Wil je daar nog meer uitdaging? Zet je handen achter je en kom met je hoofd op de mat. Dat hoeft niet, mag wel. Blijf even zo hangen. Voor een stretch aan de binnenkant van je benen. Rustig terug omhoog. Zet eerst je handen voor je.
benen iets dichter tegen elkaar aan. Zet je handen op je bovenbenen. Buig je benen en kom met een bolle rug omhoog. Schud je benen een keer los. Allebei je handen richting het plafond. Pak met je rechterhand je linkerpols vast. Duw eerst je arm richting het plafond. Buig dan naar rechts. Duw je heup naar links. En kom rustig terug naar het midden. Andere kant. Pak met je linkerhand je rechterpols vast. Duw je rechterhand in het plafond. Buig naar links. Duw je heup naar rechts. En kom rustig terug. Laat je armen zakken. Rol een keer met je schouders. Schud een keer met je benen. Dankjewel voor het kijken. Dat was die weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop jullie echt heel snel weer terug te zien bij Essing City Gym. Doei!